Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, sabi. Odi, odi, brada, faude. Het is precies 3 uur hier in de studio. Dat betekent dat het ook 3 uur geworden is in het Koninkrijk der Nederlanden. En we leven in een coronatijdperk, mensen. Heel veel mensen zijn gewoon angstig. Ze zijn gewoon bang om de straat op te gaan. Heel veel winkels hebben het moeilijk. Ik praat in dit uur met onze adverteerders. Mensen die vaak bij ons adverteren. Ik heb net Ricardo Tuinvoort gesproken over zijn theaterproductie. Die hij voorlopig on hold heeft gezet. En op de achtergrond hoort u Marlene Waal en Vrolijke Jeugd. En ik ga nu contact zoeken met Flex. En Flex is directeur-eigenaar van Milau. Ook zo'n adverteerder van Radio Staanvaste. En ik wil weten hoe het daar gaat met Milau. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Aha. Hoe gaat het met Milau? Wat kunnen we zeggen? Ja, met Milau, ja. Ja, we vallen opstaan in deze moeilijke coronatijdperk. Uh-huh. Dus we zijn niet iedere dag open, maar die dagen dat we open zijn, is het een gekhuis met de toiletpapieren. Echt een gekhuis met de toiletpapieren. Ik hoor het, ik lees het overal, hè, dat Nederland op zoek is naar toiletpapier. Wat doen mensen met toiletpapieren deze dagen dan? Ja, wat die mensen doen met toiletpapier, uh-huh. Ja... Je hoort het aan toiletpapier, dus we gebruiken het meestal op toilet. De andere misschien als tissue, als dit en dat, ja. Maar het is een van de belangrijke middelen om te hamsteren nu, hè. Want je weet nooit wat er kan gebeuren door die coronavirus. Als er geen toiletpapier is, ja, dan is er wel een grote obstakel in het huis, denk ik. Ja, ja. Maar merk jij als ondernemer, merk je iets van de crisis, de coronacrisis? Jawel. Want bijvoorbeeld een van de collega's van mij op de Milau 2, die andere filiaal, die wil echt niet iedere dag meer gaan open doen. Mm-hmm. Hij gaat alleen voor enkele klanten die hem telefonisch bereiken. Voor hun doet hij open, gaat hij weer weg, want hij is ook bang dat hij de virus kan oplopen. Want het komt ook door de media. De media zegt zelf van afstand houden van mensen. Ga niet zomaar op straat en dit gaat dicht. Dat moet dicht. Ja, dus... Maar ja, we moeten ons ook niet depressief laten maken. En daarom vind ik het ook goed, de nummers die je draait. Bijvoorbeeld Odi van Vrolijke Jeugd. Het pet ons ook op. Ja, wij als luisteraars. Oké. Ja. Dat is belangrijk. Maar is Milau open vandaag, überhaupt? Vandaag niet, nee. Oké. Nee, na het weekend. Na het weekend, zei jullie. In die tussentijd hoor ik dat die zaken aan het groeien is. Ik hoor dat er een zelf van keten is. In Rotterdam zijn er al 2 filialen nu, hè? Ja. Waar staan ze exact? De ene staat in Rotterdam West aan de Hooidrift. Ja. En de andere staat in Rotterdam Noord, Rode Rijsselaar. Komen er meer filialen? We waren wel in onderhandeling met een paar mensen, maar we wouden het te groot aanpakken. Dus toen hebben we ze afgewezen. Ze spraken over 50 filialen. Okay. En eerlijk gezegd, Winkel Milau is gewoon als fond begonnen. We zijn niet echt 100% op geld bezig, snapt u? Ja, ja. Het is gewoon iets dat de ene hand was, de andere hand wel voor de mensen in de buurt, ja. En andere mensen willen het echt commercieel gaan aanpakken. En daar hebben wij eerlijk gezegd, tenminste, ik geen zin in. Ik hoor dat er ook een soort strijd is in Rotterdam tussen Milau en Action. Want Action vindt dat jullie veel klanten van hen afsnoep. En hoeverre is dat waar, dat geruk? Nou, om eerlijk te zijn, ik misschien ook Action... zich bezig met Winkel Milau, maar Winkel Milau niet met Action. Zoals ik daarnet al had gezegd. Winkel Milau is gewoon ontstaan door een hobby, een joke. Mm-hmm. En toen is het een andere vormen gaan nemen. Ja, en het is wat het is. Maar niet dat we
strak bezig zijn van we moeten groeien, we moeten scoren, we moeten dit. Nee, nee, nee. Ja. Het is gewoon zo, we bidden en we krijgen dan natuurlijk bijvoorbeeld die toiletpapier. Is toevallig als op onze pad gekomen voor een goede prijs. En die hebben we weer goedkoop verkocht. Maar door die hele coronavirus, die crisis die komt, dan gaan de prijzen ietsje even omhoog. Want we hebben heel veel genoeg pallets nog staan van toiletpapier. Mm-hmm. Dus die prijzen gaan omhoog, lijkt wel. Suriname, er is nog niks met de koers hier. Nee, maar het gaat omdat je dan niet meer weer kan gaan inkopen. Ja. Snapt u? Dus... Want die handelaren gaan ook omhoog met de prijs. Oké. Okay. Hey, met mij is opgevallen dat alles wat jullie verkopen nieuw zijn. Jullie verkopen niks aan. Alles is brandnieuw in verpakking. Maar hoe kan het zijn dat jullie toch kunnen stunten met prijzen? Want ik denk, ja, ik zie een rijstkoeker bij Blokker. Zelfde rijstkoeker, €50 bij Blokker, €10, €15 bij Milo. Hoe kan het nou? Zelfde merk, zelfde kwaliteit. Ja. Het heeft met veel factoren te maken. Kijk, bijvoorbeeld airfryers. Mm-hmm. Kosten bij de mediamarkt misschien €100, €110. Bij winkelmiddelen is het €40. Ja. Het gaat om de mikpunt van die grote winkels is om heel veel winst naar binnen te slepen. Ja. Maar bij ons is dat niet zo. Okay. En de andere punt, we hebben vrijwilligers rondlopen in de zaak. Snapt u? Ja. Niet dat we die mensen dure moeten personeel betalen en zo zijn, gewoon vrijwilligers. En van jong tot oud. Je hebt ook jongens daar lopen die na school 12 jaar langskomen om te werken. Stage lopen. We houden ze van de straat af ook. Oh ja. Ik hoor ook dat jullie gesponsord worden door Mediamarkt om Action uit de markt te prijzen. Is dat, in hoeverre is dat? Ja, ik hoor het. Ik hoor alles. Dat zijn alleen maar rodders. Dat zijn alleen maar. Nee, maar rodders. Ik heb die airfryer bij jou gezien en bij Mulo dan. Het is de helft van Mediamarkt. Ja, klopt. Ja, ik hoor dat jullie met hun in één pool zitten. Hoe zit het precies? Nee, het is, dus de dingen zitten eigenlijk zo in elkaar. Wat ik net al heb gezegd en wat er ook speelt is de mensen die voor aan buiten Milo leven zijn ook hele grote boys en die zien dat wij ook hele veel goede doelen steunen. Ook heel veel sociale projecten in de week. Mensen komen van verre en ook uit de week dat ze bingo willen organiseren, dingen voor bejaarden thuis willen doen. En daar staan wij erachter. En die grote boys, die handelaren, die denken van, hey, ze gooien een container voor ons voor een hele goede prijs. Nou ja. Het hoofdkantoor en alles van Milo is in Rotterdam. Denken jullie aan filialen buiten Rotterdam? En dat zeg ik, het zijn mensen die bijna dagelijks even bellen of langskomen dat ze meer filialen willen. Anderen zeggen ook dat ik een franchise moet beginnen. Maar wat ik daarnet heb gezegd, mijn punt is niet meer echt achter het geld en zo. Die heb je genoeg dus. Ja. Nee. Nee, maar het zit zo van, ja, more money, more problems. We willen het leuk blijven houden. Ik doe het best op het leeftijd dat ik nu heb bereikt. Alleen maar dingen dat ik leuk vind om te doen. Gezegende leeftijd van 50 jaar, zeg jij dan. Ja, niet helemaal gezegend, want ik moet nog heel lang leven, ja. Nee, ik zeg alleen, als jij zegt leeftijd, dan denk ik, zullen mensen denken van, die meneer is 80, 90. Weet je, nee, dus ik moet, maar die meisje is blijft jong, hè. Daarom zeg ik ook in mijn dingen, toch? Mm-hmm. Winkel Milo is zieker dan een ziekenhuis en lower dan een loma osso. Ja? We zijn lower dan een loma osso. Dus dat wil zeggen, salon, no demora. Oké. Okay. Ja, wat mij ook opvalt is Suriname, hè, de band met Suriname. En jullie staan daar vaak in de media, meestal positief. Wat doen jullie voor Suriname als firma Milo? Wauw. Ik weet niet of het nice is om te zeggen wat we allemaal doen, maar omdat u het vraagt, ik vind het ook een hele goede vraag.
Maar nu dat ik heel trots ben om te schreeuwen van de daken van hey, we doen dat. Maar we doen heel veel goede doelen in Suriname. Vanaf kinderen verrassen tot helemaal de bejaarden in de bejaardentehuizen. Heel veel. Bijvoorbeeld Angelo King is ook een kind van Wekel Milo. En Angelo King, de laatste keer dat hij daar was in Suriname, heeft hij meer dan 1000 kinderen verrast. Met spullen uit de winkel van Milo? Ja, schoenen, kledingstukken, speelgoed. Uh-huh. Ja. Sterker nog, En ook big up naar zijn moeder, want zijn moeder organiseert ook iedere december, ja. Tijdens de kerst ook heel veel van de kinderen en de oudjes daar in Suriname. En je loopt hier, die huurt meestal een paar bussen, mm-hmm. die grote feestbussen. En dan gaat hij alle wijken rond zo, in de arme wijken. En dan deelt hij gewoon kleine stukken schoeisel. Ja. Speelgoed aan de kinderen. Volgens mij is papa ook daarop geridderd, hè, door de president, door het sociaal werk dat Sevia Milo deed of doet voor de kinderen in Suriname. Is er ook geridderd, toch? Ja. Ik weet niet of papa luistert. Ja, maar big up, sister, papa daar. Papa ging een tijdje vol gas. Ze gaat weer aan het beginnen, heeft ze me laatst nog gezegd. Mm-hmm. Heeft ze heel veel gedaan. Pannensets weggeven, kleine stukken, optredens voor de scholen, spullen weggegeven aan de arme kinderen daar. En toen heeft de president haar laten halen hier vanuit Nederland naar Suriname voor één dag en er geridderd. Dus, om zoiets dat ik eigenlijk ook die ik wil het dan zo door blijven houden. Ja. Daarom zeg ik, het moet niet alleen geld. Snap je? Want nemen is lekker, maar geven is ook lekker, hoor. Beter. Ja, dat is mooi. Dat is mooi inboord. Ik ga met jou afronden, Mr. Flex. En van jou is ook bekend dat jij als mensen in de winkel komen, je hebt nog nooit een plaat opgenomen, maar jij houdt van freestyle. Tot besluit van interview. Je mag me wel freestyle nog even. Je loopt van freestyle a cappella. Here we go. Zonder ritme. Chak die heb ik me lafoe. Chak die heb ik me kree. Chak die heb ik me vier zo'n prestiri. Nee, twee. Maar wat is dat voor? Dat koekon is dat free. Free. Misrana country. Maar free. Chak die woos hier aan mij. Free. Die misrana country. Chak die mare die meteen. Goro pretty. Free. Oké, dankjewel. Flex van Milo, dankjewel voor jouw tijd. Wekel Milo, dat is maar nog voor dit jaar. Wekel Milo, we zijn zieker dan een ziekenhuis. En we zijn lower dan een loma ofzo. Oké, en je pakt dat moment mee om je reclame gratis hierin te drukken. Dankjewel voor jouw tijd. Ja? Odi brada. Standvaste Radio. Voor u. Voor jou, voor ons allemaal. Come on! Radio.